samen staat onderzoek ecstasygebruik onder jongeren, trainingen voor vroege schoolverlaters op jongereninformatiebeurs en presidenten Israël en Palestina samen in gebed. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij het STVS-journaal van zondag 8 juni 2014. Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, start binnenkort met een onderzoek naar ecstasygebruik onder jongeren in Suriname. PCS vindt het zorgwekkend dat jeugdigen overgaan tot het gebruiken van deze drug. Zowel PCS-directeur Dayanand Sankar Mathura als Cynthia Braam, de manager van de afdeling verslavingszorg, zijn op de hoogte van het gebruik van ecstasypillen onder jongeren. Er zijn wel eens cliënten geweest die verslaafd waren aan ecstasy. Ja. Wie zijn de cliënten? Dat kan ik moeilijk zeggen. Want nee, ik bedoel categorie. Het zijn jonge mannen. Leeftijd? In de 20. Hoeveel hebben jullie behandeld? We hebben een aantal behandeld. Ik weet het niet precies, maar we hebben een aantal behandeld. Wanneer zijn ze behandeld geworden? Van het jaar nog. En vorig jaar. Ecstasy wordt meestal gebruikt in discotheken, nachtclubs, op huisfeesten en in andere uitgaansgelegenheden. Mathura weet dat het PCS niet over officiële cijfers beschikt en kan daarom geen uitspraken doen over de mate waarin ecstasy wordt gebruikt. Er is geen wetenschappelijk onderzoek over het gebruik. Het is een patroon die... aangegeven wordt, maar er is geen empirische data daarover. Er is geen veldonderzoek daarover geweest. Ook niet door het BAD, maar ook niet door de Nationale Antidrugsraad. Naast marihuana, cocaïne en andere drugssoorten heeft het PCS nu ook ecstasy opgenomen in haar drugspreventieprogramma. Bezoekers van de jongereninformatiebeurs kunnen dit jaar meer dan alleen stands bezoeken. Er worden nu ook trainingen verzorgd voor jongeren die de school vroegtijdig hebben verlaten. Vernon Kersout, woordvoerder van dit evenement, vertelt over de bijdragen die het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft geleverd. Wat de beurs sowieso anders maakt dit jaar is dat we sowieso extra aandacht gaan besteden aan trainingen voor met name drop-out. Zeg maar tweede kans onderwijs voor die speciale doelgroep. Met het PADF, Pan American Development Foundation, hebben we dus als organisatie een samenwerking, aangegaan. En die hebben dus ervoor gezorgd dat er op de beurs een aantal bedrijven zijn die op maat trainingen aanbieden voor vroege schoolverlaters. De jongereninformatiebeurs ging afgelopen vrijdag van start in het Flamboyant Park. Voor de officiële opening werd het themalied Informatie, Educatie, de bouwstenen van onze natie, gezongen en uitgebeeld door middel van dans. De politiekapel bracht de stemming erin met mooie muziek. Minister Ashwin Adin van Onderwijs en Volksontwikkeling zei in zijn speech dat jongeren het recht hebben om te weten wat voor studie- en arbeidsmogelijkheden er zijn. Aan de beurs doen vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, onderwijsinstanties en het bedrijfsleven mee. Er werden ook sportdemonstraties gegeven. Het onderdirectoraat Jeugdcentra heeft na de beurs nog meer in petto voor de jongeren. Nou, wij als onderdirectoraat focussen voornamelijk op het buurtwerk. Omdat de verschillende buurten in ons land eigenlijk een goede weergave zijn van wat er allemaal speelt onder de jeugd. En daarom willen we in elk geval, los van deze beurs, sowieso extra aandacht gaan besteden aan het buurtwerk om in te spelen op de behoeften van de jeugd. Yes. Come on. Meer kennis. Meer ontwikkeling. Zet de toekomst naar je hand. Bro, draai. Kom naar Flamboyant. Kom naar Flamboyant. See ya.
De jongereninformatiebeurs duurt tot en met dinsdag 10 juni en wordt voor de 7e keer gehouden. Christenen over de hele wereld vieren rond deze tijd van het jaar het Pinksterfeest. Naast het kerstfeest en Pasen is Pinksteren een belangrijke feestdag van christenen. Pinksteren wordt 50 dagen na het paasfeest gevierd. August Akamba, voorganger van de gemeente Handelingen, vertelt over het ontstaan van het Pinksterfeest. Pinksteren, als we teruggaan bijvoorbeeld naar het Oude Testament, bijvoorbeeld als we kijken naar Exodus 23 vers 16a, dan is Pinksteren meer een wekenfeest geweest. Het begint bij de graanoogst, wel in de periode van de tarweoogst tot de gerst, van de gerstoogst tot de tarweoogst. En het telt 7 weken, vandaar dat Pinksteren wordt genoemd de feest der weken. Dus precies 7 weken na Pasen. Ja, dus dat is om en bij wat het is in het Oude Testament. En juist op die dag, op die feestdag, heeft de Heer zijn Heilige Geest uitgestort en gegeven aan zijn gemeente. Met Pinksteren gedenken christenen dat God zijn Heilige Geest aan de mens heeft gegeven. Omdat er op die dag, we herdenken op die dag de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een belofte geweest van de Heer dat wij, dat de Heilige Geest zou komen. Hij zou de Heilige Geest geven. De Geest der Waal die bij ons gaat blijven tot aan het volledige van de wereld. En dat is gebeurd op de Pinkster. Dus op die dag herdenken we het gegeven, de gift van God aan ons. Omdat hij in Johannes 15... Vers 5 heeft hij gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Dus de Heere, die alwetend is, wist dat er vervolging zou komen. Wist dat wij zonder de Heilige Geest van God niet in staat zouden kunnen zijn om het evangelie naar behoren te verkondigen. Meer dan 60 jongeren uit het district Marowijne hebben meegedaan aan een vormingsweekend in Paramaribo. Het gaat om zesde klassers van Rooms-Katholieke scholen in Marowijne. Tijdens dit weekend hebben de leerlingen een aantal plekken in Paramaribo bezocht. De groep Leister vindt dat dit vormingsweekend de jongeren zeker ten goede komt in aanloop naar de toets die in juli van start gaat. We hebben gisteren bijvoorbeeld een historische wandeling gemaakt met ze. We hebben ze gebracht in de stad. We hebben ze laten zien waar bijvoorbeeld monumenten zijn, presidentieel paleis, noem maar op. En vandaag hebben ze bijvoorbeeld ook, ze hebben gisteravond ook naar de film mogen kijken. Ze hebben voor vandaag hebben ze een spel gedaan, een hele leuke spel, waarbij ze eigenlijk één moeten vormen. Dus ze mogen elkaar niet buiten laten. Dus die eenheid. Ja? En voor later op de avond hebben we dat eigenlijk in mind. Om ze naar de beurs te brengen, is een infobeurs toch voor jongeren. Dat gaan we later naar daar. Justitieminister Edward Belfort hield op uitnodiging van de schoolleden een motivatiespeech voor de kinderen. Dus je moet geen grappen maken in deze periode. En eigenlijk, voor jullie is het een beetje moeilijk nu. Omdat over een paar dagen, ik weet niet hoeveel dagen, vooral die jongens, meisjes ook, dan begint het WK. Dan wil je naar voetbal kijken. Je wil naar voetbal kijken. Maar die speler dan, Messi kent je niet. Messi dan zat. Een krantje van Messi van hier tot in de WK. Je gaat niet vooruit, Messi alleen gaat vooruit. Met zijn miljoenen. Ik ken je niet. Dan waarom zal je voor Messi gaan kraken? Je boeken. Je boeken. Laat die Fabregas of Fabregas hoe hij heet. Ik weet het niet. Het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs zal het vormingsweekend tot een jaarlijks terugkerend evenement maken voor de zesde klassers uit Marowijne. We kennen het allemaal. Wambong, Someni Viviri. Dit gedicht van Robin Rafales, alias Dobru, zal muzikaal worden vertolkt door de Cubaanse muziekformatie Los Caribeños. Het idee om Wambong in te zingen komt van Dobru's zus Nadia Rafales. Surinames ambassadeur in Cuba, Ike Antonius, kijkt uit naar de presentatie van het nummer tijdens het Cubaanse festival Del Fuego, dat aan Suriname wordt gewijd. De groep is vaker in Suriname geweest en is in staat om de Surinaamse muziek, zij het, de Cubaanse muziekstijlen, te combineren met de Surinaamse muziek. Dat is eigenlijk een vorm van integratie, ja, wanneer we het hebben over integratie op het gebied van muziek, de fusie.
van Surinaamse muziek met de Cubaanse muziekstijlen, ritme en ga zo maar verder. Het is een goed idee als u mij vraagt en ik hoop dat de formatie Los Caribeños tijdens het Festival del Fuego dat dit jaar gewijd wordt aan ons land de ruimte krijgt om die boodschap ook te Cuba via hun muziek kenbaar te maken en te delen met de Cubaanse gemeenschap en de Surinamers die daar aanwezig zullen zijn. Antonius, die zelf ook geïnspireerd is door de Surinaamse dichter, ziet graag dat, dat de Surinaamse samenleving zich weerspiegelt aan dit gedicht. Wambong, so many wiwiri, wambong, wanliba, so many kriki, ala egona wangse, wan ede, so many prakseri, prakseri pe wangbumusde, wangado. So many fasi fu wambegi, ma wang papa, wang sanang, so many wiwiri, so many skin, so many tongo, wang people. Wanneer wij deze boodschap elke dag meenemen in ons denken, in ons handelen en bij het nemen van besluiten, ben ik ervan overtuigd dat de Surinamer, dat Suriname succesvol zal zijn. En ik hoop dat de Cubanen, Los Caribeños, die boodschap mogen overbrengen tijdens het festival in Havana. Dit festival wordt van 3 tot en met 9 juli gehouden in Cuba. Ook diverse culturele groepen zullen aanwezig zijn op het festival. Zesde klasleerlingen van de OS Skroerkiweg uit Nikeri hebben vandaag een rondleiding gehad bij de STVS. Ze konden zien hoe televisie wordt gemaakt. Cameraman Navin Bisai liet de leerlingen alle afdelingen van het bedrijf zien. De schoolleiding, die voor alle zesde klassen, ze willen een educatieve dag toch bezorgen. En een van de plaatsen waar ze graag willen laten zien is de televisiestation. En zoals bekend dat de STVS de oudste televisiestation is, komen ze eerder naar ons toe om, voor een rondleiding. Er wordt dan gebeld naar de STVS en wordt gevraagd of ze een rondleiding kunnen krijgen. En wordt het dan mij toegewezen en ik mag verder contact met de schoolleiding. Ik heb niet echt bijgehouden, maar het is al een aantal jaren dat ik dit doe. En doordat ik het aantal jaar doe, is het gewoon een routine geworden dat ik de geschiedenis van het bedrijf en de ontwikkeling van het bedrijf zo'n beetje vertel aan de kinderen. De kinderen hadden veel vragen waar de rondleider antwoord op gaf. Hij adviseerde hen ook om hun best te doen op school. Tot zover het Nationaal Nieuws. Goedenavond.